Goedemorgen, het is vandaag maandag 18 juli, als ik het goed zeg. Ik ben echt elke keer door, ja, 18 juli. En ik ben eigenlijk nog niet zo heel lang wakker. Ik was om 9:30 opgestaan, lekker een beetje uitgeslapen. En toen heb ik gelijk even de badkamer schoongemaakt en een wasje erin gedaan. Marco daarentegen is wel al een hele tijd wakker. Hoe vroeg moest jij opstaan? 5:00. Marco moet op maandag altijd werken van 6 tot half... Nou, tot normaal gewoon tot 8, maar nu langer. Vandaag is mijn eerste vlog online gekomen en de reacties zijn tot nu toe echt heel leuk. Dus daar ben ik blij om. En voor de rest ga ik vandaag denk ik weer wat filmen. Ik ga ook wat meer opruimen. De afwas moet nog gebeuren. En er moet ook stof gezogen worden. Dus gestofzuigd. Gestofzuigd. Ik word altijd verbeterd als ik het anders zeg door jullie. Dus ja, iedereen verbetert mij als ik stof gezogen heb. Stofgezogen en gestofzuigd. Okay. Stofzuigd is één woord en stofgezogen zijn er twee. Ja, precies. Ik dacht dus ook dat dat ook kon. Ik vind zelf stofgezogen fijner klinken of zo. Dus ik zeg gewoon lekker dat. En ja, eigenlijk wilde ik ook nog het beddengoed verwisselen. Maar dan moet hij nu nog in de was. En aangezien er nog een andere was in zit, doe ik dat dan maar morgen of zo. En Marco die moet straks weer werken van 12 tot 3. Er komt ook nog even een man die vorige week de keuken heeft gezet. Die komt nog even een stopcontactje vastzetten. En that's it eigenlijk. Rond 1:30 had hij gezegd. En we willen dan na 3:00 waarschijnlijk een terrasje gaan pakken. Misschien ergens in Utrecht of zo. Want het is echt best wel heel lekker weer. Dus daar moeten we natuurlijk wel van genieten. En verder zien we het allemaal wel vandaag. Maar ik moest wel even. Want ik heb heel veel collega's. Heb ik een beetje nadelig. Of eigenlijk een beetje benaderd in hun werkomgeving. Ik film, hè? Oh, ik heb scheetjes gelaten op het werk. Wat erg. En nu? Ben je het nu kwijt? Ik ben het nu kwijt. Oh, gelukkig. Ik hoop wel dat ik naar de Chinees was geweest. Dus bij je volgende werk, want hij gaat nu weer werken, ja. Gaat het goed? Ik hoop het voor mijn collega's. Oké, ik ga even laten zien welke outfit ik draag vandaag. Ik heb dit zwarte off-shoulder shirtje van de H&M. Een klein beetje in de kreuk, maar het kan me even niet zo heel veel schelen vandaag. En ik heb deze rok. Dit is een asymmetrische rok. En deze is van de Only. En daaronder echt super charmant. Even mijn slippers. Maar dat doe ik gewoon omdat ik dat lekker vind lopen. Maar ik ga zo sandaaltjes aandoen die ik nieuw heb van Lofies. Ik heb trouwens ook de choker om. Die ik bij het L'Oreal event kreeg van Zack Bijou. Heeft dat echt zin in? Het heet een choker. Ja, dat is op zich wel logisch. Ik vind alleen dat ik dan dit kettingtje af moet doen. Dan vind ik het denk ik leuker. Maar verder vind ik het wel gaaf staan. En choker. En mijn haar zit echt super leuk. Een beetje bitchy of zo qua golven. Ik weet niet hoe het komt. Ik vind je haar inderdaad een beetje bitchy. Je bent me echt de hele tijd aan het onderbreken. Je bent ook wel veel op de slaapkamer, ook waar ik nu zit. Dat is waar. Maar nu ga ik me eventjes opmaken, want waarschijnlijk komt die meneer nu ieder moment die hier het stopcontact komt fixen. Hij had gezegd rond 11:30 en het is nu 11:30. Toen we dat event van L'Oreal hadden, kregen we ook een workshop of een presentatie over huidverzorging. En toen werd echt heel erg weer het belang van SPF gebruiken, zelfs in de winter, altijd eigenlijk benadrukt. Dus ik had toevallig nog deze. Dit is een soort fluid voor je gezicht, 50+. Dus die ga ik nu gebruiken. Ik heb mijn dagcreme opgedaan. Dan doe ik deze op en dan daarna doe ik pas mijn make-up. En het werkt natuurlijk wel uit na een paar uur. Dus, maar ja, het is toch beter iets dan niets als je wel foundation draagt. Als ik echt een dag ga zonnen, dan draag ik überhaupt natuurlijk geen gezichtsmake-up. En dan kan ik gewoon de hele tijd opnieuw blijven smeren. Maar ze zei dat er tegenwoordig ook poeders bestaan met SPF erin. En dan is het dus als je make-up draagt wel makkelijk om de SPF te verfrissen. Dus ik wil daar eigenlijk naar kijken om een poeder te kopen. Die ik dan gewoon, stel je gaat niet echt naar het strand, maar je gaat gewoon een dagje winkelen. Dus je wil wel make-up dragen, maar het is wel zonnig. Dan kun je gewoon bijpoederen en dan heb je toch een beetje meer bescherming. Dus daar ga ik even naar kijken. Als jullie er eentje weten, laat het me vooral weten. Dat was niet echt een mooie zin, maar je snapt wat ik bedoel. Jongens, ik heb net pen geraakt in mijn Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Woehoe! No.
In onze vorige woning hadden Mark en ik geen balkon. En nu kan ik hier zo intens van genieten. Gewoon even lekker buiten zitten. Heel makkelijk de deur open doen. Heerlijk. Ik heb me trouwens ook laten informeren bij de dermatoloog van Bergman Clinics over deze plekjes. En zij zei dat die dus gewoon makkelijk met een IPL laserbehandeling weg te halen zijn. Het zijn een soort spinnenkopjes, het zijn bloedvaatjes. En kijk, het vult zich dan steeds weer, maar ze worden wel steeds zichtbaarder. En hierachter is het helemaal van hier naar onder. Het is een soort heel groot rood plakkaat. Kan soms ook wat paarsig lijken. En ik stoor me er gewoon heel erg aan. Ik vind het echt niet mooi. En het wordt gewoon meer... Kijk, dit vind ik bijvoorbeeld helemaal niet erg, pigmentvlekjes. Maar ja, ik krijg ook heel vaak de vraag van... Ja, heb je een blauwe plek? Heb je je gestoten of zo? Maar dat is dus niet zo. En ik heb ook nog eens, zoals je waarschijnlijk al ziet... geen pigment in mijn scheenbenen. Bijna niet. Dus ik heb ook altijd al dat spierwit is. En als ik dan ook die plekjes erbij heb, zo kun je het goed zien. Ik vind het gewoon heel lelijk. Maar nou hebben wij dus deze bon gekregen voor 20% korting op een huidtherapiebehandeling. Dus ik ga ze even bellen. Eén kliniek zit echt bij mij om de hoek, dus dat scheelt hiervan. En dan ga ik vragen of ze dat dus kunnen doen dan en hoeveel dat zou kosten. We hebben het last minute afgesproken. En ik ga naar haar toe, want zij heeft natuurlijk Bolly. Dus dan moet er wel iemand thuis zijn. Maar ik vind het alleen maar leuk, want dan kan ik Bolly ook in het echt gaan bewonderen. En ze heeft natuurlijk ook een heel lekker dakterras. En het wordt vet lekker weer. Dus ik heb er echt zoveel zin in. Wat vinden jullie altijd het stomste aan de was ophangen? Ik vind het stomste altijd de sokjes en strings en zo. Het ondergoed. Want dan denk je dat je bijna klaar bent, want je ziet bijna niks meer in de wasmand. Maar dat valt dan altijd heel erg tegen. Dat vind ik ook altijd met het bestek bij de afwas. Echt, wauw. Dit wordt een heel bijzonder moment. Namelijk, waarschijnlijk, als het goed is, de laatste keer afwassen. Super chill. Zoals je ziet staat hier de vaat. Het is even nodig om te gebeuren. We hebben, zoals jullie waarschijnlijk ook wel weten, inmiddels een vaatwasser. Maar we moeten een verlengstukje voor de afvoerslang. Het past niet. Dus voor nu nog even een keer afwassen. Maar het is gelijk een stuk minder erg. Met het vooruitzicht dat we straks gewoon een vaatwasser kunnen gebruiken. Love it. Na, ik denk, 2 jaar op kamers, 3 jaar met Marco, dus na 5 jaar, is het best wel even chill, eerlijk gezegd. Ik weet dat het een luxe ding is, maar ik vind het gewoon lekker. Bloedheet. Je krijgt altijd zo warm van stofzuigen. Vooral als je onder het bed en onder de bank en zo in de slag gaat. Maar goed, het hele huis is weer gestofzuigd. Dus dat is fijn. En volgens mij is nu het hele huis weer fris en fruitig. Wat ik ook heel fijn vond, is dat ik volgens mij eindelijk de kalk van de anti-sliptegels heb gekregen. Kijk, want het is nu droog. En die witte waas, die vooral heel erg in die hoek daar achterin was... Ja, ik zie hem eigenlijk niet meer. Dus ik ben echt super blij. Het wordt in ieder geval al steeds minder. Daar zie ik nog een beetje, dus ik ga het nog een paar keer doen. Ik heb dat eigenlijk nu gewoon met deze gedaan. Dubro, badkamerreiniger, verwijderd grondig kalk en zeepresten. Heb ik het 10 minuutjes laten intrekken en dan met een vochtige spons heel goed schrobben. En vervolgens afspoelen. En ja, volgens mij werkt het, dus dat is mooi. Ik heb alvast zonnebrandcreme opgedaan en nu ga ik zo'n lekker ijsje eten. Kennen jullie dit nog? Vind je het zo lekker? Het is wel echt heel zoet deze, maar het is wel echt even genieten. En dan komt zo Marco en dan gaan we
op de fiets naar Utrecht. Zin in! Zo, nog eventjes mijn complete outfit laten zien. Ik heb inmiddels ook deze choker omgedaan van Zach Bijou. Of Zach Bijou. En dit shirtje heb ik in deze leuke rok gedaan. En mijn nieuwe sandaaltjes van Lovies, die ik echt heel leuk vind. En ik heb mijn haar een beetje beachy gemaakt. Dus we gaan nu lekker naar de zon. Yay! Vertel eens wat over je outfit vandaag. Waar komt je shirt vandaan? Ik heb mijn werkkleding weggedaan voor dit. En waar komt je shirt vandaan? Ik denk dat deze van de Sting was. Dat zou best kunnen. Ja, ik geloof dat dit van de Sting is. Is dat zo'n N-tekentje? Ja. Oké, dat weet jij dan weer. En mijn korte broek die komt van? H&M of? Kom mijn korte broek ook weer vandaan. H&M. Maar dit weet hij gewoon nooit meer. Prima, dat kan zo. Ja, dat zou ook nog wel kunnen. Dat zou wel best kunnen. Havaianas eronder aan. Ja, zonnebril van... Ach. Gratis. Ja. Super chill. Kan je er nog wat doorheen zien? En je horloge is van Woodwatch. En de riem van de Manfield. Oh, dat weet je wel. Ja, dan moet je dat even zeggen. Die heb ik bij mijn pak gekocht. Kom, we gaan snel. Kom, kom, kom. Deur dicht, deur dicht. Yay! Ah, je hoort er toch niks van, hè? Genieten! Wow, echt groen, joh. Ja. Super lekker. Lekker fietsen. Marco en ik zijn inmiddels bij John's Kerkhof. En Marco is eventjes zijn Pokémon aan het vangen. Magikarp. Laat zien hoe ziet hij eruit. Zie je dat? Gaan we kijken, ik heb hem gevangen. Magikarp. Oh, die is echt heel suf. Dat is een soort goldfish. Ja, maar dan wordt een hele goede vis als je hem uiteindelijk laat evolueren. Danny is bij ons aangeschoven. Je ziet eindelijk zon vandaag. Ja. Genieten. Super chill. Ik wacht op mijn tweede radlertje. Ja, ik heb hem gekregen. Maar jij mag van mij beginnen. Ik wacht wel. Dankjewel. Yo. Was dat geniet van het weer, maar geniet van het ijs. Ga je veel naar elkaar. Oh, Danny boy. Dat is een ijsje. Nog een ijsje. Proost, hè? Proost. Oh, wow. En jouw billen, nu jouw billen nog. So much win. Marco heeft net even een lekkere salade gemaakt met wat we nog in de koelkast hadden. Ik geloof avocado, komkommer, feta, olijfjes en puntpaprika. Voor de rest gaan we zo weer lekker Dexter kijken. Het is alweer een paar dagen geleden. We hebben er weer zin in. En we hebben nog een soepje, een broccoli soepje. Heel raar, want het is super warm weer, maar we hadden er wel zin in. En omdat we ook gewoon op het terras al hapjes en zo hebben gegeten, broodjes en... Doritos met guacamole-achtige dip. Dus dan vonden we dit wel lekker en ook gewoon genoeg. En toch ook nog lekkere broodjes uit de oven. Ik vroeg aan Marco, heb je dat eigenlijk nog gedaan? Toen zei hij nee. Toen zei ik, geef niet. Maar we hebben het wel en nu vind ik het wel heel lekker. Yummy. Dankjewel. Alsjeblieft. Dus van een van mijn lieve leerlingen heb ik dit hele grote pak met merci's gekregen. Ik ben niet de leerling. Nee, maar wij hebben hem nu geopend. Ik vroeg me af, welke kiezen jullie als eerste als je mag kiezen? Ik
heb eigenlijk altijd dat ik als eerste deze neem, hazelnoot. En als die er niet meer is, dan ga ik met alle liefde voor koffie. Waar zit die? Die vind ik ook heel lekker. Maar we gaan nu dus voor hazelnoot. En ik ga even een poll in beeld brengen. Kan ik niet alle keuzes doen. Ik kan er 4. En dan zet ik daaronder anders namelijk. En dan moet je dus maar even in de reacties achterlaten wat jouw eerste keuze is. Als alles er nog in zit. Het is of hazelnoot of praline. Oh ja, praline vinden ook veel mensen altijd lekker. Neem ik praline. Oké, smakelijk. Dank je, nee hoor. Het is inmiddels 11:30 en ik ga de vlog afsluiten, want ik heb volgens mij best wel veel materiaal van vandaag. En dan ga ik alvast een beetje editen, zodat ik goed bijloop. En morgen wordt echt een hele leuke dag, want ik ga gezellig bij Lotte langs. Bedankt voor het kijken en tot morgen om 6:00 's ochtends. Doei doei!